Ja, hier daarachter zat echt een extra grote kas. Gisteravond is het plastic eroverheen getrokken. Gisteravond plastic met mijn broers eroverheen getrokken. Dus die is klaar. Gert is er al het compost erop aan het doen. Ik ga daar beginnen met wat spinazie oogsten. Want ik wil weten hoeveel spinazie ik kan oogsten of ik voldoende heb, zeg maar. Het moeten sowieso af van vrij grote bladeren. En ik wil gewoon even een indruk krijgen hoeveel erop staat. Daarna ga ik even de slaarmix controleren, hoe groot die is. Dat kunnen we nu samen trouwens al even doen. Laten we even kijken. Dus ik wil eigenlijk gewoon beginnen met groentas leveren. Dan heb ik nog niet voldoende klaar. Maar dan koop ik wat groenten in. Als ik toch al van plan om eentje te doen, dan worden het er nu twee. Nou ja, goed, dat zijn we zo. Kijk, dat is nogal klein zeg. Bah. Zie je dat? Het staat hier toch wel op het weiland in de winter. Het schiet echt niet op. Het gras groeit aardig hoor. Te doen. Ja, hier twijfel ik dus nog een beetje over. Eigenlijk echt nog een beetje te klein. Ik weet niet of dit vrijdag nou in één keer nog een 6 centimeter is gegroeid. Dat is wat ik nodig heb eigenlijk. Hè? Deze blaadjes niet. Die zijn nu zeg maar een centimeter of 3. Moeten eigenlijk zo groot zijn. Dan kun je ze lekker snijden. Even over nadenken. Dan begin ik in ieder geval met de grote bladeren van de spinazie eraf te halen. Als die er maar af zijn, ik weet een beetje wat dat inhoudt. Die raak ik toch kwijt. Bakje erbij en dan haal ik het op. Ik zit hier weer even bij mijn tomatenplanten. Die zijn echt heel erg aan het opknappen. Gelukkig. Kijk, ze zijn allemaal echt mooi groen te worden. Ziet er gewoon een stuk beter uit dan vorige week. Kijk of ik nog een voorbeeldje kan vinden hoe die ze vorige week erbij stonden. Ja, kijk hier achteraan. Deze is nog een beetje op de tocht. Kijk, zo zien ze er vorige week allemaal uit. Nou, als je nu over die rijen heen moet kijken. Maar kijk, heel mooi groen ze zijn geworden. Dus wat het gekke nu is, ik ben dus met die watermeter aan de gang gegaan. En hij heeft dus een week lang die sproeier uitstaan. Ik heb hem niet meer aangehad. Of één keertje misschien. Tomaten sowieso één keertje. De komkommers weet ik niet. Ik dacht de komkommers gewoon niet. En als ik dan meet, hier bij zo'n plant, moet je zien. Dan geeft hij dus nog steeds het nat aan. Ja, heel eerlijk. Begrijp ik dat dan niet zo, weet je wel? Kom, we gaan er nog eentje meten. Hier ook, zie je? Mooiste wet, zie je dat? Dus, nou ja, heel eerlijk, dan heb ik het vorig jaar toch wel echt heel fout gedaan. Want dan heb ik ze vorig jaar echt veel en veel en veel te nat gemaakt. Nou, deze is nu even een beetje aan de droge kant, zoals je ziet, zie je? Nou, mooist, nog net goed. Nou, mooist. Dus op zich gewoon goed. Ik kan daar die er nog een beetje groenig gelig uitziet, kunnen we even checken. We zien dat deze helemaal droog is. Dat zou grappig zijn. Nee, ook aan de natte kant, zie je dat? Dat is zo bijzonder. Heel, vind ik echt, kijk, echt aan de natte kant, zie je dat? Nou, dat geeft ze ook aan, die plant is ook nog gewoon heel gelig. Dus dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, nou ja, goed, ik had dit dus gezien als tip, hè, om zo'n droogtemeter, natmeter te gebruiken. En ja, je ziet dus dat die planten gewoon het vocht nog helemaal niet nodig hebben. Terwijl het toch aardig warm hier is. Het is nu ook over de 30 graden. En maar ze doen het gewoon veel beter als ze wat droger staan. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien dat ze straks echt komkommers gaan maken, dat ze meer nodig hebben. Maar in het begin was ik echt te enthousiast met water geven. Dus dat is een mooi leerpunt. De nieuwe kas. Kijk eens, 5 bedjes. Plastic eroverheen. Prachtig hè? Gisteravond gedaan. Dus dat is lekker. Ik heb hier een worteldoek aan de voorkant liggen. Ik heb het worteldoek ook hier een kwart zeg maar door laten steken. Zodat het makkelijker is met bijhouden van het gras en zo. Dat je niet zo in de tunnel komt. Dus kijk hoe dat bevalt.
Want daar aan zo'n tunnelkant daar, zeg maar, bij die, daar wordt vaak het maaien en zo, en dat is wat rommelig. Dus, nou goed, dus hier komen van de week de bonen in. Dus ik zet nu lekker de sproeiers erop en dan kan de boel een beetje nat worden. Dus even kijken, hè, hoe nat we het gaan maken. Die andere tunnel was dus te nat. Dus Gert heeft hier een schultje alvast gegraven. Kijk. Even één spaar diep in ieder geval even wat wateropvang. Voor als het regent. Eens kijken hoe dat gaat. Dat zal vast wel bevallen met zo'n kas. Dus ja, staat hij er mooi. Staat hij er mooi. Van de week morgen of zoiets even in ieder geval de deuren maken. Want 's nachts is het nog aardig koud, hè. Dus ja. Even kijken hoe dit gaat. Het stoft aardig, hè, als de wind door die kast heen komt. Even de sproeiers aan. Ik ben hier bezig met de kapsijnes. Ik heb nu eindelijk de palen. En de tijd om het even af te maken. Ik heb dus nieuwe palen laten maken van Douglas. 3x3. 3 meter lang. Ik heb een grondboor inmiddels binnen, die was wat vertraagd. Ik dacht ook nog even op moest wachten. Ik heb ze erin zitten. Boren we het gat met de grondboor. En dan zet ik de paal nog even een paar klappen. En dan staat hij erin. Dus even kijken, ik dacht misschien dat het een beetje te lang was. Ik heb ook bij een paar palen een stukje afgehaald. Maar ik heb toch maar besloten om gewoon de lange paal te gebruiken. En is dit seizoen maar eens even te kijken hoe het gaat. Als ze echt te lang blijken voor de pulgewassen, kan ik altijd nog wat afhalen. Ik ga nu de rest van de gaten erin boren, paden erin zetten en vastslaan en dan touwen eromheen om de kapsijnen zo op te binden. Want die liggen natuurlijk nu half plat en zeker nu de wind weer opgestoken is. Ik heb echt ontzettend mazzel dat ik maandag die kas de plastic heb gedaan. Want als je ziet hoe hard het nu waait, de hele dag en gisteren ook al, nu vanochtend ook, dat continu te waaien. Dus ja, we gaan die paden even inzetten en zorg dat ik even klaar heb voor de koffie. Zo, de kapsijn is opgebonden en meteen even geschoffeld. De peulen ook. Ook geschoffeld. En hier de paadjes van de kolen ook. Weg. Nou. Even let ik op laten drogen en dan kan vanavond de sproeier erop. Zo, ik heb hem iets beter gekleed dan vorige week. Met de hoed erop. Dan kan de wind lekker doorheen en lange mouwen. Ik hou het iets beter vol. Dus, maar goed, ik heb nog anderhalf uur. Want dan moet ik naar huis voor de zwemles. Even kijken, die moet ik nog wat gaan schoffelen en dan zometeen mogelijk de boontjes nog even in de kast zetten. Kijk, het heeft hier gisteravond lekker geregend. Super, hè? Jammer dat ik niet regenmeter buiten heb. Zou ik in de tunnel staan? Dan had ik geweten hoeveel er uiteindelijk gevallen was. Maar het ziet er wel even lekker uit dat het gewoon eventjes even opgefrist is. Wel heel fijn. Het is een beetje hard gewaaid, dus het vlies is hier zo vanaf. Straks maar even terugleggen. Er moet nog wel wat geschoffeld worden hier bij die spinazie, zie je dat? Morgen even oppakken. Zal die slijmix ook wel goed doen. Die wil ik voor volgende week oogsten. Dus, prachtig, hè? Met die donkere grond. Heerlijk. Wat
mijn gezicht, hè? Nou, wat gaan we hier wel doen, jongens? Vrijdagochtend. De nieuwe kassa wat laten zien, maar ik ben er zo trots op. Moet je kijken naar dat ik het water weg heb laten, of niet meer door heb laten lopen. Moet je kijken hoe die planten opgeknapt zijn. Mooie, prachtige, donkergroene komkommerplanten. Echt heel wijs mee. Vanmiddag even dieven. Komkommertjes eruit halen, want dan gaan ze het uit. Tomaatjes zijn er goed bij. Daar beginnen de eerste courgettes erin te komen. Zie? Prachtig, hè? Dus, maar goed, ik rijd vanochtend. Het is al vroeg. We rijden eerst even naar de kweker. Dus wat paksoi en koolrabi ophalen en rode bieten. Want dat heb ik eigenlijk wel nodig. Die planning is wat opgeschoven. En ik heb wat dingen gezaaid. Sommige dingen zijn iets minder goed opgekomen. De eerste weer lading bieten is namelijk niet zo goed opgekomen. Dus die ga ik even bijhalen. Dus dingetjes planten vanmiddag. Ik heb hier de trilapparaten voor de woelmuizen te bestrijden. Ik heb er al eentje aangesloten. Ze trillen lekker. Batterijtjes erin. Batterijtjes. Vermogen aan batterijen. Let op. Hoppa, kijk. Daar ligt die andere. Nou, trillen ze kunnen ze wel, zeg. Jongen, ongelooflijk. Als je het in de grond hebt zitten, hoor je het eigenlijk al niet zo heel erg mee. Ik heb wel eentje in de grond hier zitten bij de schuur. Ik viel me ook wel mee. Er komt ze overal tegen, jongens. Je komt ze echt overal tegen, de woelmuisgaar. Het kan gewoon niet zo verder. Dus ik heb echt wat aan moeten doen. En dat zijn deze dingen gekocht. 50 euro per stuk. Best wel flink, vond ik, maar goed, ja, dat moet gewoon. Die beesten moeten echt verdreven worden, want anders dan gaan mijn groenten eraan. Er komen echt overal. Kijk, die groenten kunnen het op zich nog wel hebben, een stukje. Maar, en je komt dus laat achter, omdat ze gewoon, ja, die groenten groeien natuurlijk een stukje. En op een gegeven moment, er komt natuurlijk een muisje, die komt dan ergens door dat wortelding. Dus strak onder het plantje of langs het plantje op, komt die woelmuis langs en eet een deel van de wortels op. Waardoor die plant zichzelf natuurlijk gewoon niet zo goed kan bedruipen. En niet op voedingsstoffen kan krijgen die hij nodig heeft. Dus vandaar deze aanpak. Kijk, hier heb ik er eentje in de grond gedaan. Het kopje komt daar boven de grond uit. En dan komt iedere 30, 25 meter komt er eentje. Nou goed, dan betekent dat er 4 zitten. Ik heb het dubbele aantal wat voorgeschreven staat genomen, want ik, of in ieder geval, ja. Dus deze gaan we op de grond inzetten en dan hopelijk zijn we met een paar weken van de boelmuis af. Die zit erin. Elke bloemstrook eigenlijk heb ik zo'n val, hoe zeg je dat, verjager kunnen zetten. Dus hopelijk wordt het zo beter met de muizen. We gaan het in de gaten houden.
Ben hier even in de ochtend om zoveel mogelijk onkruid te doen. Gisteren al begonnen. Volgende week ziet het eruit alsof het iets meer gaat regenen. Dus ik moet zoveel mogelijk wegwerken. Wordt maandagochtend denk ik even verder. Nu even nog wat andere dingen doen. Maar goed, eerst even een kopje koffie. Stambontjes voor in de kas heb ik gezaaid. En daar hebben we drie in een plug gedaan, zeg maar. Drie bonen. En die gaan ze dan ook aan de tomaten haken omhoog hier in de kas. Dus dat is een mooi droog. Dat is ook waar ik voor die extra kas heb gekocht. Ik wil gegarandeerd goed bonen haken. Bonen erin. Nou, zit het er weer op, jongens. Volgende week is de oogstweek. Deze week hebben we dus wel een beetje wat aan onkruid gedaan. Deze bedden zijn even helemaal klaar. De paarden moet ik nog even gaan schoffelen. Proberen maandag of dinsdag te doen. Kapsijn is nu weer opgebonden. Volgende week zijn de peulen aan de beurt. De etten zijn klaar. En hier zo deze slaap heb ik geschoffeld. En dan de spinazie en de raap zitten ook geschoffeld. En de rijst is natuurlijk bijgezaaid, is mooi opgekomen. Boontjes geplant. Er is ineens kool geplant gisteren. Ik had nog wat sla willen planten, maar dat wordt dan maandag. Tot dinsdag. Ik hou het niet over. Nee, best wel mooi. Hoe het gegaan is deze week, ben ik er blij mee. En dan volgende week, eerste oogstand, zeg maar. Die spinazie gaat er dan helemaal af. Rijstjes, slaamix. Dus dan kunnen we beginnen met thuis uitgeven. Daar ben ik wel blij mee. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En dan zien we elkaar volgende week weer. Later.